Het wordt tijd voor de confrontatie. Wat is er? Hey! Ja. Wat gaan we doen? Niks. Ben jij scout van Ajax? Nee. Waarom zeg je dat dan? Huh? Waarom zeg je dat? Ja, jij werkt voor Ajax. Helemaal niet. Ik ben scout, mijn vrienden. Nou, dat roep jij tegen alle slachtoffers. Nee, jij werkt bij Ajax. Nee, en wat moet je nou met deze lening? En waarom ga je er nou ineens vandoor als wij daar zijn? We hebben een auto gekocht. Wat zeg je? We hebben een auto gekocht met streven. Ja, en dan moet je nog meer geld hebben, maar die auto is 7000 euro waard in plaats van het bedrag wat jij rekent. Nee, al die vrouwen die krijgen nog geld van je. Nee, hoor. We gaan Nederland namelijk voor jou waarschuwen. Ja, prima. Ik bel me gewoon straks en praat het slecht uit. Nee. Bel me nou straks. Bel. Waarom zeg jij tegen iedereen dat jij bij Ajax werkt? Ik werk niet voor Ajax. Contracten opsturen. Haar zoontje? Ja. Die mocht zogenaamd bij Ajax voetballen, toch? Nee, ik heb gewoon een scout voor hem geregeld. Klaar, niks anders. Helemaal niks zo spannend. Je liegt dat je barst, man. Ik ben gewoon scout. Voor wie? Gewoon scout. Voor Ajax? Gewoon scout voor mezelf. Kan maar een kamer verkoophandel. Maar je zegt dat je scout bent voor Ajax. Nee, ik scout gewoon voor iedereen. Nee, helemaal niet. Ja. Hey, doe jij eens even rustig. En voor, waar was die 800 euro dan voor bedoeld? 800 euro is kliniek in Turkije. Kun je kijken. Maar jij zou nu toch ook naar Ajax gaan, voetbalkamp? Nee, ik ga gewoon nee, helemaal niet. Wat ga je dan doen in Turkije? Gewoon niet. Nee, helemaal niet. Je zou een voetbalkamp hebben. Helemaal niet. Ik wil maar afkaan, man. Ik wil maar afkaan, man. Ja, die zul je wel nodig gaan hebben nu, ja. Denk ook. Prima. Fijne dag. Hoezo fijne dag? Wat is het? Fijne dag. Het is onterecht wat je zegt. Het is onterecht. Wat is onterecht? Ja, we gaan gewoon kamerverkoophandel checken. Kamerverkoophandel. Ja, maar jij zegt dat je voor Ajax werkt. Ja, man, dat zegt zij ervan. Ik zou hem naar Ajax. Nee, dan maken al die dames zeggen dat. Ik zou hem naar Ajax brengen. Ik heb hem aangemeld. Ik zou hem aanbrengen. Ja, is echt zo. En dan moet zij voor betalen. De kleding uit Turkije naar Kusadasi is inderdaad zo, ja? Is echt zo. Moet je maar kijken, ik zweer het je. Maar zij zou naar Ajax gaan. Nee, hij zou naar Ajax gaan. Hij zou naar een kliniek in Turkije volgen. Echt waar. Hey, waarom ging je er gelijk vandoor toen ik binnenkwam? Omdat ik dacht, de vader was zo. Maar prima, fijne dag, zeg maar. Ik vind dat je behoorlijk agressief bent. Ja, maar is het niet duidelijk, toch? Is het niet duidelijk? Klaar toch niet? Ja. Is het niet duidelijk of niet? Doe je even rustig? Ja, maar is het niet duidelijk of niet? Ja, het is rustig. Klaar, laatste keer, ja? Ik zweer, als je het uitstelt heb je een probleem. Oh ja? Ik weet je te vinden. Het is bullshit. Je moet kamerverkoophandel checken. Eerst ik check alles. Kijk, het laten zien trouwens. Vitesse. Okay. Toon Hartemings bellen. Ja? Toon Hartemings. Ja? Oké, okay, daar ben je scout voor. Ja. Ja. Oké, okay, gaan we dat even checken. Check het even. We hebben dit inderdaad gecheckt bij Vitesse. En zij melden ons dat ze nooit hebben samengewerkt met hem. De woordvoerder schrijft ons. Hij is geen scout voor Vitesse. En hij heeft geen zaken gedaan voor Toon Hartemink. Wederom allemaal leugens dus van deze Redouane F. Nou ja, dit zegt alles. Deze man maakt alleen maar slachtoffers. Wat een oplichter. Hele aflevering kijken? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.